Hoi, vandaag is het tequila-dag. Tequila, wat is tequila? Tequila is een Mexicaans drankje. En wat vaak wordt gemixt om een cocktail mee te maken. En laten we dat eens even gaan tekenen, zo'n cocktail met tequila. Doe je mee? Ja, tequila-dag. Nou, hoe teken je nou tequila? Nou ja, tequila, dat is natuurlijk een drankje. Een doorzichtig drankje. Je hebt hem ook als mix, tenminste als cocktail. Dat is dan tequila sunrise. Dat is met, ja, dat is dan rood en oranje en een sinaasappelschijfje erin. Maar het bekendste is natuurlijk de tequila door uit van zo'n jeneverglaasje. Laat het maar gewoon even een jeneverglaasje pakken. Zo. Zo, daar doen we dan tequila in. Zo. De tequila, het is vrij doorzichtig, zoals ik al zei. Maar zo'n jeneverglaasje. Ja, en dan hoort daar natuurlijk een citroen bij, hè. Een hele kleine citroen bij zo'n groot jeneverglaasje. Een heel groot jeneverglaasje, zie je dat? Ik denk dat ik dorst heb of zo. En is, nou, dit is wel een hele rare citroen. Nou, laten we die citroen even wat beter tekenen. Misschien moet weer een schijfje citroen erbij tekenen. Zo. Ja, en wat we moeten natuurlijk ook bij. Laten we dat even aan deze kant dan tekenen. Een zoutvaatje met zout erin natuurlijk. Zo. Nou, dit is niet mijn beste zoutvaatje ooit. Maar goed, we zien dat het een zoutvaatje is. Een borreltje citroen. Deze moet ik even vergeten. Is dit ook nog eens een hele goede citroen, maar goed. Citroen, tequila en zout. Ja, ga zelf ook eens kijken wat je met tequila kan doen. En dan zie ik jullie morgen in de volgende video. Tot morgen!